vorig jaar, jongens, heb ik meegedaan bij FC Utrecht. Ja. Wel geteld. Wat is daar nou grappig aan? Ja, dat was wel. Oké. Nou ja, ik heb er wel geteld 1 minuut 24 op het veld gestaan. De Tsjechische aankomt niet. Ja, nou ja, echt voor mij was dat wel echt een droom die uitkwam. I'm Niet. Hey, ik vraag me af, heb je nou een beetje ontwikkeling doorgemaakt, Niet? Nee. Zou er nou internationale scouts zijn die een beetje geïnteresseerd zijn in Niets misschien? Ik denk niet dat het buitenland op Niets zit te wachten. Experiment 18B. Kun je zonder talent toch meedoen aan de internationale voetbaltop? Wat heb jij gevonden? Nou, ik heb voor Stijn een verrassing. Ik heb research gedaan en een fantastische club voor jou uitgezocht waar jij moet gaan meetrainen. We gaan het doen bij onze buren. En wel in het Roergebied bij Schalke 04. Het is alleen, het enige probleem is, ik heb even verder gezocht bij die club. Het is gewoon geen FC Utrecht. Op een gemiddelde training staan hier op een doordeweekse dag meer dan 100 mensen langs de kant die staan te kijken. Kijk, hier zie je hoe de spelers naar het trainingscomplex lopen. En daar staat beveiliging. En ze komen dus ergens van boven een trap aan en dan gaan ze het veld op. Ik kan niet dus gewoon over de borden heen springen, want dan ziet iedereen dat. Dat is zeer scherp opgemerkt. Laat nog even dat shot zien van die bewaker. Ja, het is één shot gevonden. Ze zeggen iedereen netjes goedemorgen, maar kijk, dit... die zegt jou geen netjes goedemorgen als jij hier loopt, Stijn. Tattoos, een flinke lange baard, een goede spierenbonk. Dan krijg je er toch ineens onwijs veel zin in. Ja, we gaan naar Duitsland, hè, Stijn? Ja. Wat heb jij met Schalke? Schalke vind ik een van de mooiste ploegen uit Europa. Het heeft nog wel wat met Nederland. En ik moet erbij zeggen dat ik echt een enorme fan van Klaasje Neutelaar ben. Ja, dat snap ik. Wat is je verhaal? Niet. Gewoon precies hetzelfde. What are you doing here? You bought me. Oh, we bought you. Ja. Yeah. Ik denk dat het gewoon bijna hetzelfde verhaal moet zijn. Alleen nu maak ik de transfer van... Je bent gekocht van FC Utrecht. Van FC Utrecht. Oh. Heb je ook een beetje op je balgevoel geoefend? Met die spaghettibenen van je? Ik ben echt waar oprecht. Ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen stond. Ja, ik kan er ook zo van genieten om naar die bange bek van Stijn te kijken. Ik heb er steeds meer zin in, weet je dat, Stijn? Weet je voor hoeveel miljoen er straks op dat veld staat? Ja, en Niet. En Niet. En Niet. Gratis. Voor een paar tientjes. Dit is Fanshop. Kijk. Fanshop. Hey. Gelijk met de neus in de buta. Oh, kijk, de eerste fans zijn er gewoon al. Nee joh, Stijn. Dat zijn je nieuwe supporters. Die gaan je straks aanmoedigen. Oh, je speelt ook bij Schalke. Ik speel bij Schalke. Lachen. Als een boer met kiespijn, zeg. Kijk, en dit is het parkeerplaatsje waar ze vanaf komen, hè? Ja. Het zijn nu al hekken, dus je moet hier die bergen op ergens, dan kan je er al overheen. Daar lopen ze dan. Ja. Lopen dan zo naar beneden. Een trappetje komen ze af. Dan komen ze hier uit. En dan gaan ze hier het veld op. Betreten das Spielfeld is verboten. Ja, maar niet voor spelers, Stijn. Geloof dat je het bent, hè? Geloof in je, Niet. Geloof in. I'm Niet. Zeg maar. I'm Niet. Harder. I'm Niet. Ja, die is fucking goed, man. Ik vind het echt wel heel gelukkig, Stijn. Ga jij ook lekker, Jep? Jij vindt het allemaal wel prima, hè? Jep zit al lekker klaar voor de entertainment. Ik zit in totale spanning. Er zit er iemand naast je keihard chips te vreten. Dat is gewoon echt niet motiverend. Ja, daarom dacht ik stuur hem met jou mee. Nou, dank je. Oh, vieze, dikke naakslakken. Gadverdamme. Oh. Abba. Au. Teringplanten allemaal. Hé, hey, Daan. Ja, wat is er? Met dit tempo zijn ze er morgen nog niet. In
inmiddels staan al die supporters al zich te verzamelen tot die spelers gaan komen. Ja, niet alleen de supporters hoor, ook dikke berenbonken van beveiligers. De dranghekken zijn neergezet. Ik heb alleen Stijn echt nog nergens gezien. Nog minder dan een half uur. Dan zijn alle spelers er, dus we moeten nu gaan. Stijn, het moet nu gebeuren. Jij bent Jets. We hadden hier gewoon echt even een probleem, want we konden gewoon niet onopgemerkte parkeerplekken opkomen. Daar staan gewoon mensen te sporten. Die hebben ons al lang gezien. Misschien kunnen we er zo langs gaan, dan zien ze ons niet meer. Blijf laag, blijf laag, blijf. Nou, nee, lekker, lekker onopvallend. Nee, dat was het niet. Kut, zo is het overal hek. Pas op, pas op, pas op. We zijn veilig. Hallo. Shit, shit. Ja, ik weet niet waar, waar die uitgang is. Zit je daar op jurkjes? Ah. Ik wou zien waar die uitgang is. Ja, dan wist die beveiliger wel. Ja. Dank je. Witte. Het is echt een afgang. Ja, oké, ouwe, dit is nu het plan. Want we werden dus gesnapt door een beveiliger. Dus als we het nu nog een keer via die kant gaan proberen, ja, dan... een hele grote kans dat Stijn al voordat hij op het veld staat eruit gepikt wordt. Mm-hmm. Dus ik denk dat we toch gewoon weer het hek over moeten. Ja. Alleen moeten we even een afleidingsmanoeuvre hebben. Dus als jij nou zo meteen als Huttelaar aan kunt lopen, heel hard Huttelaar schreeuwt, zeg maar zijn naam, dan is even alle focus van de mensen op jou, want dan denken ze al, wat is dat voor gekkie? En dan kan Stijn even over het hek springen. Vind je dat een goeie? Ja, laten we maar doen. Dit is het plan. Dit gaan we doen. Ja, het was misschien geen masterplan, maar ja, we konden niks anders op dat moment. Nee, want die training die begon. Ja. Ik ben zo ontzettend zenuwachtig. Dat is hem, man. Ja, dat is niet te lang. Oké, je kan het, Stijn. Zet hem op. Helemaal meer klappen. Niet. Niet. Ziekste wat ik. Dit had ik echt nooit kunnen denken dat het zo zou uitpakken. Hij staat er gewoon tussen. Er is gewoon niks aan de hand. Hij schudt al handen met zijn collega's. Kijk dan, hij staat erop. Hij heeft allemaal aan zijn voeten. Dit geloof ik toch niet? Kijk dan, hij staat er goed tussen. Dit is echt ongelooflijk. Nou? Wat heb je van? Nee, niets. Opnieuw, van Utrecht. Nee, ik weet al wat je bent. Ik weet al lang wat je bent. Schalke, bord niet. Stijn, dit verwacht jij toch niet? Nee, natuurlijk niet. Het is de Huntelaar die niets kent. Bij Utrecht lukt dat misschien maar. Ik vond het echt wel sportief van Klaas-Jan dat hij niks heeft gezegd tegen de ja, trainer. Ja, hallo. Hij wilde zelf natuurlijk ook even kijken hoe die trainer zou reageren op ja, jou. Dat is misschien wel waar. Echt gestoord. Die trainer die heeft hem gewoon voorgesteld aan het hele team. Dat is goed. Steh mal weiter. Okay? Aber ganz außen an der Bande bitte immer ganz lang laufen, immer ganz außen rum. Okay? Ja. Und danach gucken wir mal, ob du noch mit gut spielen kannst. Ja? Das ist gut. Woo! Jetzt! Woo! Jetzt sieg! Dat hoort, als eerste speler moet je 50 ronden lopen. Ja, het is toch ongelooflijk? Normally left midfielder. Dat is gewoon Julian Draxler. Die is die week erop verkocht voor 36 miljoen. Wat doet hij dan? Voetballen. Nee, how much money they pay for this?
€1, I think. The gift money. I think you have 48 more. 48 rounds more. Ja. Ik ben kapot aan, ik ben kapot. Door. Kijk me even aan. Zet het niet in het snut. Komen we het hele eind daar naartoe, dan moet je doorrennen. Is het een test? Ja. Ja? Oké. Okay. Kurze, snelle Sachen. Immer mit der Innenseite. Ja. Immer rechts. Zack, links. Okay. Rechts, links. Waar gaat er iets mis? Ze zijn hem echt aan het trainen. Ze zijn hem echt aan het trainen. Ja? Meer. Meer uitleiding. Naast. De trainer is persoonlijk Stijn aan het begeleiden bij de training van Schalke. De rest van de spelers die kijken naar, die lachen erom. Dit hadden we nooit durven dromen. Hey, laat maar door. Goed. De trainer die had je door, maar het publiek. Nee, die had echt niet door. Ging uit het dak. Waar komt er in? Uit Holland. Wat komt er in? Niet. Ja, uit Utrecht. FC Utrecht. Ja, goed. Oké. Het eerste maal. War das wirklich super, ja? Vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Nächstes Mal. Weiter gut arbeiten daran. Gute Performance im läuferischen Bereich. Und dann sehen wir dich beim nächsten Mal wieder. Okay? Vielen Dank. Alles klar, hau rein. Ne? Mach's gut, ciao. Danke. Ciao, alles Gute. Het was duidelijk dat ik geen nieuwe speler was van Schalke. Maar hij reageerde wel echt tof, die trainer. Nou, echt waanzinnig. Ik heb daar een kwartier mee mogen trainen met de ploeg. Terwijl hier niks kon. Ik ben kapot aan. 5 minuten. Toen zat ik al met mijn tong op mijn knie. Gast, dit is prachtig. Je bent gewoon onderdeel geweest van de ploeg van Schalke. Onbeschrijfelijk gevoel, jongens, dit. Hoe vond je het gaan, de eerste keer? Ah, ik had je wel door. Dus, Je had het gelijk door. Hij zei dus op zijn Duits, we gaan zo'n rondje lopen. Dus jij moest met ons meelopen, maar jij begon al. Ik dacht dat... Jij rende ook. Je stelt tegen de trainer, als je het op zijn Tsjechisch had gezegd, had hij het verstaan. Conclusie. Ja! Yes! Jongens, echt, dit was een van de mooiste dagen uit mijn leven. Echt waar. Ja, volgens mij had het niet heel veel beter kunnen gaan dan dit. Nee, je kunt gewoon zonder talent bij een internationale voetbalclub trainen. Ik heb ook 10 minuten zo gevoeld als een echte internationale profvoetballer. Yes! 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 Yes!